Ik voel me nogal relaxed, nieuwsgierig en voel ik me happy. Ja, omdat het is iets nieuws. Het is een avontuur. Iets waar we nu al zo lang naar uitkijken. En het spannende, het als op schoolreis vertrekken met een groep vriendinnen. Ik verwacht van de reis vele leuke dagen. Leuke repetities, misschien ook wel een beetje vermoeiend, maar dat gaat allemaal goed komen. En misschien nog hechtere vriendschappen dan dat we nu al hebben onder de kandidaten, daar hoop ik toch op. Ja, de kandidaten die wij in ieder geval allemaal hebben, het zijn allemaal excentrieke personen, maar allemaal komt het wel bij elkaar. En dat is het wel het fijne, dat je eigenlijk iedereen gun je alles, maar je helpt elkaar ook als er eens een keer iets moeilijks is. En dat is wel fijn. Het programma van de reis is van 9:30 tot 13:00 bootcamp. Dus dan gaan we eigenlijk oefenen voor de finale. En daarna hebben we vrij tot 7:30. En dan na 7:30 gaan we nog samen iets leuks doen. Ik zie het heel graag zitten, want ik ben nog nooit buiten België geweest. Dus het is echt spannend voor mij. Voor mij voelt dat super. Het is precies op mijn lijf geschreven, zou ik zeggen. Ik ben de enige man tussen 12 happy, leuke, toffe dames. Ik kan me geen betere groep veroorloven. Ja, op zich schat ik mijn kansen 1 op 13 in natuurlijk, als iedereen. Maar het geeft ieder wel een voorkeur. Ik weet niet, ik schat top 5, maar het is afwachten. Het is... Ja, ieder... Ik denk wel dat ik mij goed aanpas in sommige situaties, dat er leuke dingen uitkomen en dan de reacties van de organisatie worden wel... Wat dat goed is en wat dat slecht is, vooral dat je moet werken. Dus ik schat mij niet slecht in. Oh, we gaan naar Lorette Maar. Dat is de eerste keer dat ik daar naartoe ga. En ik vind het super ook om met alle 13 kandidaten onze vriendschap en onze groep een beetje hechter te maken en bijeen te komen en te repeteren voor de finale natuurlijk. En we zien het allemaal heel goed zitten. Nee, nog niet. Zo druk bezig geweest met mijn valies in te pakken dat ik totaal vergeten ben wat we allemaal kunnen bezichtigen. Maar ik weet dat we een paar uitstappen gaan doen. We gaan een dag naar Barcelona en we gaan een avond naar een wijngaarde en kunnen we eens een keertje wijn proeven. Hè. Mijn favoriete vakantiebestemming? Ik zou graag Amerika wel eens proberen. Graag wat? Ja, iedereen praat erover. Het is een land met geld. Het is een mooi land, New York. Ik kan dat wel eens proberen. Ja. Ik zie dat wel zitten om dat eens te doen. Dat kan, ja. Misschien rondreis, ja, dat kan. Ja, ik zou dat wel willen doen. Ja, om alles eens te bekijken en zien. Ja, om een nieuwe cultuur te leren kennen. Ja, ik zie dat wel zitten. Het moment dat ik altijd zou onthouden, dat is denk ik de eerste keer dat we opkomen bij de halve finale zo. En dat je dan dat gevoel krijgt van ja, ik ben een miss in wording en die kijken allemaal naar mij. En ze komen allemaal voor iedereen te supporteren en dat was gewoon zalig dat ik dat heb mogen meemaken en dat gevoel heb mogen ervaren.
Ik denk alles, want de filmshooting dat we gedaan hebben met Cleopatra, dat was fantastisch, vind ik. Bij Tony Berens voor de foto, de jaren 50. Enfin, alles. Ik vind dat zalig. Zalig, zalig, zalig. Een tweede jeugd. Voor mij, en, ik heb graag zo, ik heb alles, de défilé, ik heb graag defileren. Ik heb ook zelf gedaan, spektakel gedaan in Afrika en zo. En voor mij, ik ben echt in. En ik hoop dat ik kan de jeugd hier bij mij een beetje helpen in de zin voor een paar trucjes geven of zo van het leven. Ik hoop dat alles gaat goed gaan voor iedereen hier. En we gaan hier nu op vakantie en dat is prachtig. Je vais me souvenir d'une expérience assez incroyable. Ça m'aura apporté beaucoup de choses, beaucoup plus de confiance en moi. Et que je gagne ou pas, c'est pas un problème parce que ça aurait été une expérience inoubliable. Et j'aurais fait des connaissances, j'aurais appris des choses, le maquillage et tout ça que d'habitude je ne fais pas. Ce que j'ai appris le plus, c'est à trouver le côté féminin en moi. À me maquiller, les choses que je ne faisais pas, m'habiller plus féminine, mettre des talons, beaucoup de choses en fait, être une femme. c'est différent, il faut s'habituer, il y a des choses qui sont difficiles, les talons et tout ça, mais dans l'ensemble ça va, ça m'a apporté une autre opinion. fière, oui, d'avoir réussi à changer quand même et de voir voilà, que je peux malgré tout à trouver ce côté féminin en moi. Voor mij is iemand die goed is als winnares of winnaar van de verkiezing, iemand die een beetje van alle markten thuis is, die het goed kan uitleggen, die ook niet mis is, die dus eigenlijk fotogeniek is en fatsoenlijk kan stappen, want er wordt toch nogthans heel veel over modeshows lopen en dit en dat, dat zit allemaal in de workshops verwerkt. Het moet ook iemand zijn die toch wel wat zwaarder is, zo, dat het, het is een XL-wedstrijd. En moet ik het zeggen, die ook alle opdrachten heeft meegedaan. Dus niet mensen die bijvoorbeeld bij de een of bij de ander niet aanwezig konden zijn. Wat nog? Het is zoals elke misverkiezing. Als je het niet kunt uitleggen of je kunt u niet uiten zoals het hoort en zo, ja, dan verdwijnt je in het niets en dan ben je een grijze muis en dan valt je niet op. Het is echt het ambassadeurschap. Uiteindelijk achteraf word je waarschijnlijk nog voor dingen gevraagd. En dat lint, dat is niet voor nu alleen. En dat zal niet stoppen bij of het volgende lint dat misschien gaat komen. Ik weet niet of dat er voor de winnaar een extra lint voorzien is. Maar die linten die tellen wel voor iets. Dit lint heeft mij eigenlijk heel een tijd, ook bij de zoektocht naar sponsorgeld, heel een tijd gevolgd. En dat lint, al is er dan een nieuw, dat gaat dan nog moeten doen. De maand erna. De maanden erna, het jaar erna, de vorige winnaressen die zien wij nu nog, die komen nog opdagen en ja, die moeten representabel blijven en die moeten eigenlijk staan voor wat dat de wedstrijd is. Die moeten het kunnen, ja, niet niets verdwijnen. Als je winnaar bent, dan moet je present zijn. Dankjewel en het amusement, hè. Ja, gewoon zondag. Maar die kan ik niet. Die staan dan in mijn hand. Ja, maar het is allemaal. We moeten shotten. Polizei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127